Met Fieldoo wordt praten over seks makkelijker. Het is een tool die gebruikt wordt in therapie. Jongeren en kinderen kunnen oefenen op het gebied van seksualiteit en grenzen. Of laten zien welk grensoverschrijdend gedrag ze hebben meegemaakt. Het helpt de jongeren om gemakkelijker te kunnen spreken over een moeilijk onderwerp, seksualiteit, intimiteit. En het is een tool die heel erg aansluit bij deze leeftijd, bij deze generatie. En door het te laten zien, dus niet door erover te praten, is de drempel lager over dit onderwerp. De game is gemaakt door De Rading in samenwerking met Jip en de Hogeschool Fontys voor ICT. Nou, wat er letterlijk ligt zijn twee schermen en twee iPads. En de ene gebruikt de therapeut en de andere gebruikt het kind. En die kan het kledingstuk uittrekken of kan ook aangeven aan de therapeut van goh. En toen trok hij mijn t-shirt uit, waarop de therapeut het uit kan trekken. En dan in gesprek kan komen over, hoe was dat dan voor jou? Als je personage hebt aangeklikt, heb je aan de rand van het spel, je ziet, het zijn prachtige figuurtjes trouwens, ik vind ze echt zo mooi. Er zit een handje aanraken, er zitten geslachtsdelen, er zit een mond. Dus er zitten verschillende onderdelen die je kan aanklikken en daar doe je vervolgens iets mee bij jezelf of bij de ander. Er zit een stopknop op en daarmee kun je de grens aangeven, time-out. En dan kun je verder of je stopt. En dat is natuurlijk het moment waarop ik in gesprek ga met een kind. Het is hartstikke moeilijk om het erover te hebben. En het liefst willen ze er niet over hebben. Dan gaat het er meer over dat het ingewikkeld is om überhaupt over het onderwerp te praten. Want dat roept allerlei emoties op. Je bent bang geweest, je bent misschien wel boos geweest. Soms is dat nog eigenlijk een achterliggende emotie. Maar verdrietig, machteloos. Dat soort emoties spelen. En op het moment dat je erover gaat hebben, komt dat omhoog. En komen ook beelden omhoog. Die kinderen willen die beelden niet meer zien. Dit is een product, als je het vanuit mijn interaction design perspectief bekijkt, waarin je eigenlijk mensen heel erg empowered. Ik weet niet wat het goede Nederlandse woord ervoor is. Maar je maakt mensen heel sterk, laat je ontwikkelen, in dit geval op het gebied van communicatie over seks. Je ziet daar een reactie van hoe het spel gespeeld wordt. Hè? Hoe de grenshuishouding van zo'n kind is. En als het klakkeloos zich uit laat kleden en het vindt het allemaal prima. Weet je, dat is eigenlijk in doktertje spelen niet per definitie prima. Weet je, en daar kun je vragen over stellen. Het is een soort veilig tussenmedium. Het is makkelijker om tegen die app te zeggen van nee, toch liever niet, dan om het tegen iemand te zeggen. Mijn eigen ervaring is ook wel dat je eigenlijk alles met kinderen kan bespreken, maar het gaat er meer om hoe je dat doet. Ik denk dat ook wel een sterk punt is dat het heel visueel is. Ik denk dat het veel moeilijker is voor mensen om te praten in woorden, te zeggen van ik zou jou wel bij je piemel willen strelen of ik zou wel gewoon over je hoofd willen aaien of ik zou dat veel enger is om te zeggen dan om te wijzen van. Ik denk dat het veiliger is weer, dat het is heel visueel. Hebben mensen überhaupt taal, Welke taal heb je? Komt die uit de porno die je gezien hebt? Of komt die uit je hele strenge opvoeding waar je dat niet over mag hebben? Dan mag je het woord niet eens gebruiken, bij wijze van spreken. Dat is uitgetild. Dus aan alle kanten waar je daar niet al heel erg bij jezelf bent, En die plaatjes zijn wel heel helder en niet beladen, denk ik, op een bepaalde manier. Dus ook daar weer veiligheid, denk ik. Ja. Ja, dat het eigenlijk heel gewoon is. Dat je ook nieuwsgierig bent naar hoe andere kinderen eruit zien. En dat je nieuwsgierig bent naar seksualiteit. Nou ja, dan is dit een hele speelse manier die ook heel erg in deze tijd past. En het ziet er gewoon prachtig uit. Ja, hiermee kunnen ze het laten zien. En dan hoeven ze niet te vertellen, toen trok hij mijn t-shirtje uit. En wij gaan vragen, zat je hemdje er nog onder of wat dan ook. Dat hoeft allemaal niet. Ze kunnen eigenlijk meteen op het scherm laten zien van dit gebeurde er. En dat kader, dat maakt dat ik al helemaal heb voorgeselecteerd, als het ware, met de game, waar het over moet gaan. Vervolgens kun je het gesprek eigenlijk op gang brengen doordat je iets visueels hebt. Je hebt het op beeld voor je. Het kind kan zich ook daarop richten. Hoeft wederom niet naar jou te kijken, maar kan zich richten op dat scherm.
En kan laten zien eigenlijk wat er gebeurde tijdens het misbruik. We zetten het in om mee te trainen en ook voor therapie. En het is een veilige omgeving om mee te oefenen. Alle handelingen staan al in. Het spreekt als het goed is voor zich. Het is ontwikkeld voor mensen met een seksueel trauma, maar ik denk eigenlijk dat het voor alle mensen waardevol kan zijn. We denken natuurlijk goed na wanneer we het inzetten, maar doordat dit een oefentool is, is het heel veilig, want het mag nog een keertje doen of je kunt stop zeggen. We zijn het nu aan het testen en we willen het straks implementeren zodat we het echt kunnen gaan gebruiken voor therapie en dat natuurlijk ook een hoop andere mensen er gebruik van kunnen gaan maken. Als je enthousiast bent, kun je contact opnemen met de Rading en kunnen we met elkaar in overleg over wat er mogelijk is.